Het Bakovenbedrijf Foods and Agriculture Suriname NV, FAI, staat aan de rand van faillissement als gevolg van mismanagement. Dat is de conclusie van minister Rabin Parmisser van LVV. De bewindsman is gisteren in DNA ingegaan op de problemen bij het bedrijf waar 1200 werknemers in dienst zijn. De minister zei dat hoewel het bedrijf aan particulieren toebehoort, het toch 18 miljoen euro heeft gekregen van de Europese Unie door tussenkomst van de regering. Dit bedrag was bedoeld om het bedrijf tot bloei te brengen. Het bedrijf is een particulier bedrijf. Dat hebben we van de hand gedaan. In de afgelopen maanden, zoals ik zei, zijn we in intensief overleg. Het kwam erop neer dat het bedrijf in financieel moeilijk vaarwater steeds meer in moeilijk vaarwater komt. En dat ze ondersteuning van de overheid wensen. Ik ben ingegaan op de keuzes die men maakt, op de management. Wat mij betreft heb ik het point blank gesteld. Dat kan de huidige management niet kwalijk nemen. Maar traditioneel, historisch, vind ik het een inefficiënt management daar. In die zin van, wat hebben wij naast de traditionele manier van bedrijfsvoering met alleen bananen, wat hebben we nog meer gedaan? Om te proberen aan meer inkomsten, meer efficiëntie, etc. te komen. Parmisser gaf aan dat FAI beheerd wordt door een moedermaatschappij die internationaal verschillende fruitbedrijven heeft. Volgens de minister draait geen van die bedrijven goed. We zien dat deze moedermaatschappij ook in andere delen van de wereld, of het een ananasbedrijf is of iets anders, het management-wise niet meer aan kan en tot sluiting overgaan. Wij merken dat het bananensector een zeer uitdagende sector is. Dus als u daar management-wise niet hard ingrijpt, dan zult u steeds verder in moeilijk vaarwater komen. Men kwam met een financieringsbehoefte 4-5 maanden terug. Bij mij, bij mijn voorgangers, zijn deze gesprekken ook gevoerd. Bij mij op tafel van een injectie voor de komende jaren om uit deze fase te geraken voor 20 miljoen Amerikaanse dollars. Ja, wat is 20 miljoen Amerikaanse dollars? Hoe komt u erop? Wat voor vooruitzichten hebben wij dan dat het beter wordt als we daarin gaan stoppen? Wat gaat u anders doen? En dan al praten met elkaar, doorpraten en dat alles neemt tijd in beslag. Wat zijn de inzichten? Hoe gaan we dat doen? Wilt u, zeker als overheid, niet met een zak aan geld voor een x aantal jaren daar gaan zitten? LVV-minister Rabin Parmisser gisteren in DNA. Hij gaf aan dat het Bakovenbedrijf FAI door mismanagement over de kop is gegaan.